Wat ik nou toch heb gelezen, het bestond al bij de Grieken. Eeuwen geleden kwam het al voor bij de klassieken. Socrates, Plato, ja hoor, die waren ook zo. Al die grote filosofen, waar je het niet van zou geloven. En David en Jonathan uit het Oude Testament, daar wist iedereen het van, dat was algemeen bekend. Leonardo da Vinci en Michelangelo, jazeker, die waren zo. En zoveel grote componisten waar hun moeders niet van wisten, al die grote genieën. Wereldvermaard waren anders geaard, dus het waren mien. Iedereen was zo, behalve Picasso en behalve Chagall. Maar dat was een twijfelgeval. Noah Coward, André Gide en nog talloze beroemde lieden. En Couperus en Ravel en zelfs Willem Tell. Die was zeker met Karel Appel. Nee, nou haal ik dingen door mekaar. Maar het is ook allemaal zo raar. Want van iedereen die geniaal was, praktisch niemand die normaal was. Astrologen en internisten en ontzettend veel pianisten, zodat ik vermoed dat heteroseksuelen geen piano kunnen spelen. Tenminste, niet goed. Iedereen was zo, behalve Picasso en behalve Debussy. Maar die was nog bi. Dat andere boekje dat ik heb is van een pater jezuïet. Nou, het bestaat wel, zegt de pater, maar echt mogen mag het niet. Kan genezen, zegt de pater, met inkeer en met berouw. En met de Nijmeegse psychiater en door de liefde van een vrouw. En als je bidt en als je het vraagt aan de Heilige Maagd. Maar ik heb nergens gelezen of het ook misschien een protestantse vrouw mag wezen. Nou.